Hallo, Bowser? Oh, kijk die donder... Oh! Wow! Kijk die big-ass Bowser dan! Oh man! Mooi rood pakketje, jongens. Zou dit te maken hebben met de game waarom jullie echt al weken vragen? Unboxing hype! Nintendo? Ja! Super Mario 3D World met Bowser's Fury. Hey, wat zijn dit? Handschoenties? Ja, die moeten we sowieso wel even aandoen. Yo! En twee nieuwe amiibo erbij voor de amiibo muur. Wee! Kijk deze twee basis, jongen. Kat Mario en Kat Peach. Oh, dit voelt ook echt super grappig. Het voelt inderdaad net als zo'n kattenhuidje of zo. Deze amiibo die zijn niet glad, maar er zit een bepaalde structuur in. Super cool. Dankjewel, Nintendo. Maar het gaat natuurlijk hierom. Daar gaan we, jongen. Super Mario 3D World. Of Bowser's Fury. Ik wil hiermee beginnen, jongens. Met mijn mooie kattenhandschoentjes. Let's go! En dames en heren, als jullie willen dat dit een serie wordt, doe een duimpje omhoog. Ik wil minimaal 1000 duimpjes voor deze serie. Voor Bowser's Fury. En vergeet niet te abonneren. Dan ga ik lekker spelen voor jullie. Ja, kijk, daar is die weer hoor. Mario loopt weer keihard te chillen. Oké, wat ligt daar? Wat zijn dat voor zwarte vlekken? Is hier een inktvis aan het spuiten? Of... Whoa, let's go, Mario! Rennen, rennen. Oh, het worden wel steeds meer vlekjes. Wat is dit? Oh, dit lijkt op die verf. Die waterverf inkt uit Super Mario Sunshine. Ja, maar nee, dit is wat anders. Dit is wat anders. Let's go! Het gaat nu al helemaal fout, jongens. F in de comments voor Mario. Kijk hem vliegen, jongen. Wow, dit ziet inderdaad wat duister uit. Bam! Wee! Oh, dit voelt gewoon als Mario Odyssey. Wow, dit is zo leuk, nu al. Ik zit er twee tellen in en ik vind het nu al leuk. Slaat eigenlijk nergens op. Oké, ik moet rondkijken. Wow. Dit is het schip van Bowser. Moeten we daar naartoe? Ik wil daar naartoe. Hallo? Hallo, Bowser? Oh, kijk die donder... Oh, wow. Kijk die big-ass Bowser dan. Jeetje, wat doe je nou, jongen? Je gaat gelijk helemaal los. Doe eens rustig. Ik heb je toch niks misdaan, vriend? Oh, oké. We gaan deze muntjes pakken, jongens. Let's go. Maar wacht even. Ik wil ook daarboven kijken. De game stuurt me de andere kant op, maar ik wil hier kijken. Kijk, zie je? Dit kan ook. Wat ligt hier? Hier ligt iets. Oké, extra muntje. Oh, meer muntjes? Weet je wat? Laten we maar gewoon lekker doorlopen. Rennen, Mario. Wow. Moeten we dat ding pakken? We moeten dat ding pakken, hè? Sowieso. Kunnen we via... Ja, we kunnen hier via. We kunnen zo... Wow. What? Rustig, Bowser. Doe eens chill. Oh my goody. Wat? We hebben een kattenzon, jongens. En, oké. Wordt het een lichttoren? Een vuurtoren? Ja. Ja. En Bowser kan niet tegen licht, hè? Kijk, Bowser is al lichtelijk aan het kapot gaan. Zie je die health bar boven hem? Wow! Hij gaat er vandoor. Dit is super vet. Oh, ik heb nog nooit zo'n grote Bowser gezien, volgens mij. Oh, dit begint zo tof. Dit begint echt fantastisch. Jemig. Oké, wat moeten we allemaal doen? Ik zie inderdaad daar weer zo'n vuurtoren. Dit is een ijswereld. Net waren we in een vulkaan. Dit is ijs. Oh, we zijn ook gewoon gelijk hier op deze wereld. Oké, deze vuurtoren die doet het nu. Kan ik in die vuurtoren? Ja, kijk, hier is gewoon zo'n buisie. En hierboven... Wacht even, wat als ik hier nou ga groundpounden? Kijk, paddenstoeltje! Oh, en als we nu een pijltje omhoog doen... Dan laten we denk ik een paddenstoel verschijnen... Kijk, dan kan je op A drukken en dan kan je hem pakken. Nice. Oh, dat is handig. Oh, wacht even. We kwamen daar vandaan net, hè? Daarachter is ook een hele wereld. Oh, kijk, je kan ook rollen. Nice. Dit is wel een korte rol, trouwens. Moet ik het ingedrukt houden? Nee, dit is gewoon een korte rol. Oh, nice. Je kan ook gewoon vooruit springen. Kijk, dit is chill. Dan kan je wat sneller zo. Kijk, en vanaf hier is die in het water gestapt gewoon. What? Weet je wat ik grappig vind? Datzelfde plantjes hier in Bowser's Fury... In een vorm zijn van kattenoren. Heel lachen gedaan. Heel leuk. Oké, ik denk dat we gewoon hier naartoe moeten. Oh, wow. Oh, nee. Gaan we nou weer Bowser Jr. helpen? Is die er nou weer? Heeft hij nou weer problemen? Bowser Jr. lijkt al lang niet meer op onze vijand. We moeten hem zo vaak helpen, jongen. Dit is gewoon een mattie geworden. What up, Bowser Jr.? Oké, wat is er gebeurd? Oké, je hebt een mooie Pablo Picasso schilderij gemaakt. Ja?
En oké, hij is overgenomen door het inkt. En toen is hij dit geworden. Boze Bowser. Bowser Jr. is duidelijk in paniek. Mario, papa is helemaal doorgedraaid. Ik heb echt geen flauw idee wat er gebeurd kan zijn. Geloof me. Is het weer zover? Weet jij totaal weer niet wat er gebeurd is? Hè? Probeer jij mij er niet gewoon in te luizen? Ik wilde hem helpen, maar hij is veel te groot en veel te kwaad. In mijn eentje kan ik papa nooit terug veranderen. En waarom zou Mario jou precies helpen? Waarom zou die Bowser niet gewoon zo laten zijn zoals hij nu is? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om jouw hulp te vragen. Maar ik doe alles om papa te redden. Dus kun je me misschien helpen, Mario? Alsjeblieft. Ja? Gaan we dit weer doen, Mario? Ah, Mario is ook zo aardig, hè. Hij heeft er totaal geen reden voor, maar we gaan dit toch doen. Hey. Oh, oké. Hij heeft nu groene inkt of zo? Oh, en dit is wel leuk. Dit kan je dus ook samen doen. Als je iemand een Joy-Con geeft, dan kan diegene dus Bowser Jr. besturen. Ik ga gewoon hier naartoe lopen, ja? En dan zie ik wel wat jij gaat doen, Bowser Jr. Ik trek mijn eigen plan. Oh, hij pakt muntjes voor me. Chill. Kijk, deze kattengoomba's. Die zijn toch te leuk? En door. Door, 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 door. Laat de vuurtoren schijnen. Dat is wat we nu moeten gaan doen. Oh, gezellig muziekje erbij. Pum, 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 pum. Auw! Wow! Oké, dat scheelde niks. Yo! Wij zijn katten, Mario. Kan ik dan gewoon hier naar boven klimmen? Ja hoor, ja hoor. Kijk hem klimmen. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon hier naartoe. En wij gaan gewoon hierin hangen en muntjes pakken, Bowser. Lekker. Gaan wij nu hierin? Oh, wow. Wow, wow, daar kan je in. Wat? Daar kan je in. Wacht even. Daar kan je in. Ja, go. Kijk, zie je? Daar zit wat in. Daar zit een ding in. Deze moeten we natuurlijk allemaal verzamelen. Hoppakee. Oh, op deze wereld zijn 5 van deze mini katten embleempies. Je ziet nu onderin dat ik de eerste dus heb gepakt. Hey, lekker Bowser. Thanks. Kijk, daar is er nog één. Lekker, die gaan we ook pakken. Pakken Mario. Yo. Oh, kijk deze katten. Jullie zijn te lief. Jullie zijn te schattig. Even knuffelen hoor. We kunnen ook sprinten. Oh, oh, oh oké, okay. Waar ben ik? Oh, kijk, dit is helemaal top. We hebben de derde gelijk gevonden. Nou, dat gaat lekker. Kijk, zo kun je sprinten. Hoppakee, muntjes pakken. Wat zit er in deze kisten? Ook muntjes. Hier zullen ook wel meer muntjes zijn. Hoppakee, extra kattenbelletje. Hier kunnen we naar boven klimmen voor nog meer muntjes. En ik heb een leven erbij of zo, denk ik. Oké, okay, we moeten nu echt wel sprinten, jongens. Sprint! Oh, wow, ik zag jou niet, vriend. Ik wil een nieuwe katten, Mario. Kom maar, geef me een belletje. Dankjewel, Bowser. Ik ga even beneden kijken, hoor, jongens. Want ik denk dat hier misschien nog wel zo'n zo'n kleine kattenmaan-ding is. En, ja, kijk, dan hebben we die ook weer terug. Nice. Jij kan weg. Wij gaan even sprinten. Moop, zit hier wat in? Hier zit niks in. Zit hier wat in? Kijk, nog een kattenbel. Lekker. De power-ups vliegen je om de oren, jongens. Dat is nice. Kan ik dit kapot maken? Nee? Hé, hey, wat is dit? Hier staat een vraagteken. Als we op R drukken, kunnen we Bowser Jr. even op onderzoek uitsturen. Bowser Jr., wil jij even hier iets gaan doen? Bij dit vraagteken. Hé, hey, bloemetje. Oh, wacht even. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? Laat mij gewoon chillen. Laat mij gewoon... Wat? Dude. Wat kom je opeens doen dan? Ik zit hier gewoon rustig op mijn eilandje. En opeens wordt hij helemaal lijpionie. Oh, ik heb een ster. Ik heb een ster. Lekker. Lekker. Maar wat moet ik doen? Ik moet dus die grote ster gaan pakken. Maar Bowser, die heeft er dus even gewoon geen zin in. Rennen. Oké. Oké, we gaan hier naar boven. En we gaan hier naar boven. Oh. Oh, nee. De katjes die zijn evil geworden. Ah, auw. Oké, pak dit ding. Pak hem, pak hem. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor iets? Ik ben weer katten Mario. Het is complete chaos hier, jongens. Alle katjes worden gek. Oké, ik ga hierin. Ik zie namelijk dat... Ah, hij wordt hij nou nog gekker? Ik wou gewoon rustig die dingen pakken, maar... Bowser wordt helemaal lijp. Oké, ga je weer weg. Oké, af en toe komt Bowser gewoon even terug om je het leven zuur te maken, blijkbaar. Doei! Mazzel! Ha. Ah. Zo, en toen was het weer rustig. Lekker. Oké, deze moeten we pakken. Maar ik wil eerst nog even het vierde mini-katje vinden. Ik wil natuurlijk dit eerste level even compleet uitspelen, hè? Dat snap je. Hey, wacht even. Daar is nog zo'n vraagteken. We gaan even daar naartoe. Whee! Bowser Jr., wil jij even hier iets gaan doen? Kijk, daar is weer een vraagteken op de muur. Kan jij dat even fixen voor mij?
Zijn dit gewoon altijd power-ups? Volgens mij wel. Volgens mij zijn dat standaard de power-ups. Oké, even kijken. Wat, ja, hier zit er nog één achter. Ja, hier beneden, hè? Ja, is dit de nummer 5? Ja hoor. Deze was goed verstopt. Deze was moeilijk om te vinden. En we hebben nu een extra kattenzon blijkbaar gevonden. En ja, oké. Okay, die maakt dan de vuurtoren ook weer schoon. En dan kunnen we nu rustig deze gaan pakken, denk ik. Hoppakee. Ja, we hebben nu op dit eiland blijkbaar allebei de kattenzonnen gepakt. Er waren er twee verstopt hier. En dit is de eerste wereld. Lekker. Nice. Kan ik hier nog in? Ja, ik kan natuurlijk gewoon zo op deze manier, denk ik. Whee. Deze vuurtoren wil iets aan het licht brengen. De zwarte smeur die verdwijnt als sneeuw voor de zon als het licht van de kattenzon erop schijnt. Sommige kattenzonnen zijn alleen een beetje verlegen. Zie je er even geen? Zoek dan eens op een ander eiland. Op eilanden met een vuurtoren is meestal wel iets te vinden, dus klim naar een hooggelegen punt en kijk of je er eentje ziet. Nou, laten we even om ons heen kijken. Daar zo staat er één, daar zijn we al geweest. Dus nu moeten we denk ik, ja, die kant op, daar. Ja, of we gaan gewoon hier naar beneden. Kijk, want daar hebben we 5 kattenzonnen voor nodig om die te openen blijkbaar. Woeie! Nou, Bowser Jr. wil nog even wat zeggen. Dit is een gigabel. Ik ken daar een leuk liedje over. Nou, begin maar te zingen. Als het monster zich laat zien, luidt de gigabel. Of zoiets in elk geval. Oh. Maar eerst moeten we het zwarte spul eraf krijgen door nog kattenzonnen te gaan zoeken. Dus als grote Bowser verschijnt, dan gaat deze aan of zo. En dan kunnen we iets met deze gigabel gaan doen. Nou, eens even kijken of we daar dan nog 2 van die zonnetjes kunnen vinden. Wow, power up. Versla de catbullies. Wie zijn de catbullies dan? Oh, wacht. Oh, ik heb hem door. Ik denk, waarom gaat dat allemaal zo snel, joh? Maar elke keer als ik spring, dan veranderen ze van plekje. Dus we kunnen zo hier naartoe, zo. Ja. Oh, en hier moeten we de catbullies verslaan. Oh, die moeten we natuurlijk hier in het lava gooien. Kijk, en als ik nou spring... Hoppakee! Kom maar, kom maar. Wee! Superboy. Hallo, catbully. Alles goed? Kom maar even hier naartoe, joh. Oh, hij probeert hem erin te slaan. Kan dat ook? Oh, dat kan ook. Oh, dat is ook vet. Lekker. Oh, daar is er nog eentje over. Kom maar hier. Kom maar. Supermooi. Juist, en dan hebben we hier weer kattenzonnetje te pakken. Maar op elk eiland moeten we denk ik ook van die mini kattenzonnen dan vinden. Althans, dat denk ik. Ik weet niet of dat echt waar is, want nu zag ik er maar één staan. Die vuurtoren is ook weer aan. Ja, even kijken, want hier, kijk, zie je? Ja, dan moeten we toch weer 5 van die mini kattenzonnetjes vinden. Daarboven in die boom zit er nog één. We kunnen gewoon in bomen klimmen, toch? Juist, en dan zo springen. Lekker. Volgens mij gaat Bowser straks weer terugkomen. Kijk dan. Wow, de muziek begint ook al te klinken. Een soort van enge muziek. Oh, ik hoor alweer dingen. Oh, nee. Ja, kijk. Ah, complete chaos weer. Ik pak de 3e. Waar is de 4e en de 5e? Ik ben weer Katten Mario geworden. Hop. Oh, wow. Kijk dan, hij gaat helemaal los, joh. Hey, die is wel echt super tof, jongen. Die grote Bowser. Die vind ik wel echt vet. Oh, kijk, hierachter. Hierachter is er nog één. Hier zo, nummer 4. Nice. Oh, wacht eens even. Volgens mij kan ik hieronder. Kijk dan. Je kan dit blokje kapot maken. Ja, lekker. En daar is nummertje 5. En nu hebben we ook de kleine kattenzon van het tweede eilandje te pakken. En die gaat ook naar de vuurtoren toe. Eigenlijk moet ik nu heel snel naar de vuurtoren, denk ik. Oh, nee. De vuurtoren die schijnt al genoeg. Doei, Bowser. Mazzel. Doei, doei. Dit is echt super vet. We hebben 5 kattenzonnen. En uit de gigabel weer klinkt een luide boodschap. Wanneer het monster ontwaakt. Ontwaak ik eveneens. Ja, alleen het monster is net weer weg. Het monster is net weer aan het chillen. Nou, dan gaan we maar weer gewoon even in de vuurtoren kijken, hoor. Maar deze vuurtoren heeft ook weer een bericht. Munten verzamelen is altijd de moeite waard. En voor elke 100 munten krijg ik een power-up. En van elke power-up kan je dus maximaal tegelijkertijd 5 hebben. Oh, dat is goed om te weten. We hebben al 1 zo'n bel. We hebben nu 2 paddenstoelen. We hebben er 2 van deze. Boomerang Mario. We hebben 4 bloemen, jongen. Nou, er gaat in ieder geval iets gebeuren met deze bel. Want we hebben nu dus inderdaad de 5 kattenzonnen. Maar wat daarmee gaat gebeuren, dat zie je in de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog voor Bowser's Fury, jongens. Ik wil minimaal 1000 duimpjes, hè. Dat moet wel kunnen. Ik zit hier niet voor niks met deze kattenhandschoenen, toch? Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan zeg ik voor 1 keer geen mazzel. Maar dan ga ik 1 keer zwaaien. Doei doei!